laat alvast de mensen dit aanschouwen. Oh, ik moet alleen al even zitten. Rusty vraagt hoe lang Paddy er was. Hoe lang was het? Van half zeven, denk ik. Zo, iets eerder, kwart over zes. Kwart over zes. Nou. Dankjewel. Dankjewel. We zijn daar zo. Ooit op een dag, dan komt hij weer langs. Later, Paddy. Oh, laat nog even die koele lucht naar binnen. Doei. Laten we eerst dan nog even de pack-opening en dan kunnen we proberen. Deze is prima. Ja. Oké, mooi. Nou, dit is de tin box. Mooi ding. Dan heb je op de kant heb je nog een beetje de promos die je kan krijgen. Dark Magician, Exodia, Red Eyes. Is het Red Eyes? Ja, Red Eyes Black Dragon. Dan heb je Rainbow Dragon, Cyber Dragon, Elemental Hero Neos. Ja, ik denk dat je deze misschien net nog een beetje kan zien. Nou, niet heel goed. Ik weet niet eens welke dat zijn. Het is van de nieuwe generatie in ieder geval. Andere kant hebben we... Ja, dat wordt hem ook niet. Maar je hebt... Kijken. Kijk, je kan het heel vaag zien. We hebben hier Stardust Dragon. En hier heb je Blackwing Armed Master of zoiets. Oh, munties zijn nog doei, Paddy. Oeps. Kijk, dan heb je hier... Kut, hoe heet deze? Chaos? Nee, Deco Talker. Deze weet ik niet. Dit is All Eyes Pendulum Dragon. Dit is... Proton Ice Galaxy Dragon, volgens mij. Dit is Utopia. En dit is... Oh, heet deze ook weer. Ja, laten we maar Vincent noemen. Lekker die microfoon voor mijn ogen. Nee hoor. Nee, net wel. Ik moet alleen één ding veranderen, want we gaan nu iets doen wat niet klopt. We gaan de verkeerde dingen openen. Yeah. Oeps. Kijk, nu is hij beter. Ja. Kijk. Black Rose, dankjewel Rusty. Mooi, joh, Rusty weet dat gewoon? Rusty is ook gewoon een Yu-Gi-Oh! Fan. Wajo, Rusty. Kijk, kan hierin en... We zijn volgend jaar echt met z'n zessen, denk ik, als de nieuwe game uitkomt. Ja, fucking ziek. Nou, en ik heb deze sleeves meegenomen. Natuurlijk de... Wacht even, als ik hem neerzet. De Magician Girl. Kijk, nu focust die op. Ja, het werkt allemaal prettig nu. Daar ben ik erg blij mee. Is veel beter dan de vorige keer, hè? Oeh, nou, kijk eens wat we hebben. De promokaart. Een Starlight Rose of zoiets. Ja, Black Rose Dragon. Starlight. Even kijken, als ik hem neerzet, dat hij misschien dan focust. Ja, ja, kijk. Prachtig. What the fuck, hoezo is Yu-Gi-Oh! Hentai ineens? Vanwege Dark Magician Girl. Dark Magician Girl zit er al vanaf het begin in de Sandring. Ja. Nou ja. Het is een Sandring opmerking. Ja, laten we maar gewoon negeren. Inderdaad. Oh ja, dat is misschien een betere plek. Nou, we hebben er zitten drie pakjes in. Dan kunnen we misschien die andere ook wel meteen doen. Ja? Ja, dat is in jou. Jij bent de Yu-Gi-Oh! Master. Misschien is het toch spannender om dan... Ja, dat doen we morgen nog. Oké. En dan moeten we even kijken. Welke gaan we eerst doen? De rechter. De rechter. Ja, voel de rechter. Oké. Okay. Was een grapje in. Oké, vooruit. Dan bij de laatste pack, dan gaan we snuiven. Ja. Dat hoort er ook bij. Wow, joh, er zit fucking veel op mijn kaart in de pakje. Ja, joh. Even kijken of ik hem recht kan krijgen. Zo, als ik hem zo haal. Nou, Libra Mensen Prevented. Ik kan eindelijk naar het DLC Island. Lekker rustig. Supreme Seamare. Gem Knight Lady Rose Diamond. Ice Jade, Cenote, Enion Cradle. Libromancer Firestarter. Eka, de Flame Buddy.
Fire Opal hebt. Deze klinkt mooi. Dat is een pendulum kaart, toch? Ja, dat is een pendulum kaart, inderdaad. Illegal Knight. Nou, die heeft zijn auto gedownload. Vandaar. Vandaar de naam. Oeh, Blackwing kaart. Daar ben ik wel gek op. Borea Storm the Wicked Wind. Ik weet niet of hij heel goed is, though. Er zit heel veel tekst in ieder geval. Ja, dat is wat ik zo haat. Maar maakt niet uit. Dyna Morphia Rexxturm. Mag ik één ding zeggen? Nog geen enkele kaart die ik ken. Nee, dit is ook eigenlijk een collectie van sets van vorig jaar. Oh. Dus weet je nog, met die... Waarom staat de Dark Magician allemaal op de buitenkant? Vanwege de promokaarten die we krijgen. Oké. Kijk. Dynamorphia Theresia. Deze is wel wat. Dit is wel wat. Deze is coole boy. En een rare Nightmel, de Dark Bonder. Nou, we kunnen die laatste ook nog even lang. Stars Align Across the Milky Way. Exo Sister Returnia. Welke wil je, Sandring? Die Dynamorphia? Die girl, denk ik. Die Theresia? Ja, dat snap ik wel. Labyrinth Barrage. Ninjutsu Art of Dancing Leaves. Terrors of the Overroot. Oh, nog eentje. Digit Jamming. Nou, dat was pack 1. Ik vind tot nu toe de promo kaart het beste. Ik ben niet zo van de Dynamorphia. Nee, ja. Ik ben meer van de Labyrinth. Want daar zitten wel echt de Sandring Hentai kaarten in. Oeh, dat zijn zeker Sandring kaarten. En dan gaan we naar de volgende. Ice Jade Creation Kingfisher. Predaplant Triantis. Zombie Reborn. Propagandake. Melfi Pinny. Dus wat voor Sandry? Ja, is wel van, van die cutie kaarten. Dark Contract, Contract with Patent License. Soul Scissors. Hey, Soul Scissors. Oké, dat is niet mijn genre normaal gesproken, maar ik zal er voor openstaan voor nu. Heel goed, Sandring. Kijken. Scatter Fusion. Oh. Dat is voor die Gemini kaarten. Het zal best, maar ik vind het een vette kaart. Ja, deze is wel mooi. Is het niet voor Sonic? Nee. Sonic heeft toch al die kristallen? Ja, de Chaos Emeralds, ja. Inderdaad. Ja, daar heb je wel gelijk in. Magikarp Warrior of the Realms? Ja. Relics. Relics, ah, Relics. Ja. Relics. Ah, Milan, die grap wilde ik ook maken. Soul Sisters. Dynamite Powerload the Drago Slayer. Nou, die is wel op zich vet. Ja, is dit ook een goede rarity? Of? Ja, dit is een van de betere rarities in... In de pakjes. En dan heb je een, dit is denk ik het allerbeste. Therion Disco Colosseum. Is bijna disco. Oh, bijna Colosseum. Mm. Damn. Mm. Oeh, dit is wat voor Sandring. Exo Sister Esophiel. Kijk. Mooi. XYZ. Ziet er zeker goed uit. Dragoback the Rideable Dragon. Noble Knight Kustenin. Crawler Receptor. Blackwing Twin Shadow. Nee, niet weggaan, Myra. Nee. Oh, nee. Slaap lekker. Slaap lekker, adios. Scareclaw Twinsaw. Perfect Sync Eun. Dat was hem. Nou, dit vind ik wel iets beter, maar het is nog niet... Crème de la crème, Milan. Nee, kan dat nou? Ik denk omdat we het pakje nog niet hebben gesnoven. Kijk, en wat we bij het laatste pakje doen, is eerst we geven een slap. En dan gaan we rustig die kantjes zo openen. Dat je echt zo'n klein gaatje hebt. Zo.
En dan taken we even een whiff. Dit voelt heel raar. Dit is heel raar wat er nou gebeurt. Ja, kom je morgen nog even kieken? Oké. Is goed, ciao. Hey, als Sander erbij was, die had ik even een minuutje laten snijven, denk ik. Een minuutje? Ik zou een minuutje het pakje tegen zijn neus aanhouden. Even goed ruiken, goed de textuur binnenkrijgen, dat is heel belangrijk. Even kijken, we moeten hem goed neerleggen. Ja, daar is hij en scherp. Een beetje recht neerzetten, zo. Didi Griffin. Dynamorphia Shell. Ekka the Flame Buddy, die hebben we al. Scareclaw Sclash. Oké. Als je dat maar weet. Ja, maar echt. Scareclaw Acro. Libramancer First Appearance. Ice Jade Ushurin. Nou, dat is. Ja, is dit een beetje voor Sandring? Nee. Is een beetje te jong, hè? Nou, dat weet ik niet. Maar het is niet echt een Sandring kaart. Oké, geen Sandring kaart. Lekker Runic Flashing Pyre. Oké. Dit vind ik met een Sandring kaart. Ja, Libramancer Fire. Welke is Sandring? Diegene die hiervoor staat of daarachter? Nee, hij wil iets met die vooraan staat. Ah. Dit is zijn hentai genre, dit. Dit is zijn hentai genre? Mm-hmm. Kijken. Oeh, Master of Chaos. Die is wel vet. Ja, dat is een van die kaarten die uit een set, waarvan de set op gebaseerd is. Dan heb je toch altijd zo'n plaatje. Ja. Nou, deze guy heeft een plaatje van een set. Dus dit is een van de betere kaarten die je kan poelen, denk ik. Ja, denk ik wel, inderdaad. Dit is mijn tweede doel. Ik heb hem al een keer. Maar maakt niet uit. Het is alleen maar vet. Blackwing Sudria, The Phantom Glimmer. Dat is wel vet. Deze heb ik nog niet. En het is een Blackwing kaart. Dat vind ik wel vet. Ja, ben je van de Blackwing? Ik ben wel van de Blackwing, maar dat komt meer omdat ik die serie met Jordi heb gedaan. Mm-hmm. En ik heb gezien hoe broken Blackwing in die tijd was. En hoe goed het was. En DDD Headhunt. Oh, die had ik misschien aan Paddy kunnen meegeven. Hij is van de DDD kaart. Oh ja, hij is van de DDD, Ik weet niet of het heel zinvol was. Take control with the next turn, but it cannot appear and also if it's from... Je kent wel King DDD. Ja, die ken ik ook, Maar ik weet niet of dit bruikbaar voor hem zou zijn geweest, maar ja. Hij moet weer even focussen. Even een handje. Ja. Ja. Oh, ja. Great Noodle Inversion. Lekkering Noodle. Branded Expulsion. Rika Konkon. Dit is misschien wat. Dit is de typische Sander kaart. Dit is de Sandring kaarting. En het is voor de Rika monsters. Hij is voor de Rika's. Dat is gewoon twee voor de prijs van één in Sandring. Lekkering. Hey, deze hadden we net ook. Ja, deze hebben we ook gehad inderdaad. Noble Knight Kustinin. Oeh, ja, dit is zo'n Amazonas Golden Whipmaster. Is Sandring van het BDSM? Zeker. Lekker Sandring. Hebben we gewoon een kaart voor je gepoeld. Black Feather Whirlwind. Dit is een van de betere kaarten, denk ik. Ook al is hij common, maar dit wordt in zo'n Blackwing deck gewerkt. Okay. Nou. Ik denk, ja, het beste wat we hebben gepoeld vandaag is echt wel die Black Rose Dragon. Oké. Ik denk dat de rest is wel oké. Ik koop morgen op een Dark Jessie. Ja, weet je wat grappig is, hè? Want ik heb zelf thuis heb ik al twee van die dingen geopend. En in een van die dozen zat een Dark Magician. Dus ja, het was misschien beter geweest als ik die had meegenomen. Nou, het kan ook nog Red Eyes of... is ook een andere die ik ken. Time Wizard. Time Wizard. Nou, die zit er helaas niet in, maar die was ook wel vet geweest, denk ik. Ah, ik vind het wel jammer. Het doosje is op zich vet. Mm-hmm. Alleen, als je kijkt naar het doosje die ze eerst hadden,
Ja, de Pharaoh box, ja, die is wel wat beter. Maar dit is ook wel een vette box. Vind ik ook, ja.